Dames en heren, jongens en meisjes, welkom weer bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik niet alleen, ik ben met... Murathan, je bent een nieuwe leerling, jij weet nog niks. We gaan de mensen ook hierin betrekken. Dus we gaan iedereen laten zien hoe jouw proces gaat zijn in het vervolg, of niet? Is goed. Ja toch? Akkoord? Ja, akkoord. Contract hier afgesloten. Oké, ik ga gelijk beginnen. We hebben elkaar al eerder ontmoet met de proefles. Daar heb ik ook een aantal informatie gegeven. Maar nu gaan we echt officieel beginnen en jullie kijken gewoon lekker met ons mee. Ik probeer gewoon iets nieuws te doen samen met Murathan. Mocht het zijn dat jullie dit ook een leuke video vonden, vergeet geen duimpje achter te laten en te abonneren. En dan gaan we gewoon lekker zo door. Nou, hier sta ik even naast je, Murathan. Jij vroeg mij net hoe kan ik het beste mijn stoel goed zetten, toch? Ja. Nou, daar ga ik jou mee helpen. Wat denk je dat dit is? Dat hij omhoog en omlaag gaat, toch? Juist, daarmee kan je je stoel omhoog en omlaag pompen. Inderdaad, je moet hem gewoon naar boven of naar beneden doen. Zo gaat je stoel ook hoger of lager zitten. Ja, dat is goed. Ja. Je moet eigenlijk vooral de motorkap kunnen zien van de auto, dan zit je goed. Ja, ik zie hem al net. Oké. Nou, hierachter heb je ook iets. Zo'n draaiknopje. Wat doet dat? Gewoon dat die stoel naar achter doet. Juist, je stoel gaat naar achter. Hier heb je je hoofdsteun. Die moet altijd even hoog zijn als je hoofd. Inderdaad, heel goed. Nou, hier onderin heb je nog een hendeltje. Die hebben niet alle auto's. Daarmee kan jij je voorkant van je stoel, zeg maar, omlaag of omhoog doen. Mm. Dat is soms handig voor kleine mensen. Kunnen ze daar gebruik van maken. En rechts onderin, dat zie je daar zo. Bij jouw rechtervoet, erachter ja. Daarmee kan je je stoel naar voren of naar achter duwen. Juist, het beste is dan als je van je stuur vasthoudt. En dan gaat trekken of duwen. Snap je? Ja. Wat kun je doen? Oké, de deur er, komt de auto aan. Zo. Oh ja, je stuur kan je ook bewegen. Hier heb je een hendeltje. Als je die naar beneden doet, dan kun je je stuur naar jezelf toe trekken. Of naar voren duwen, naar boven, naar beneden kan ook trouwens. En daar klik je hem weer mee vast. Duidelijk. Duidelijk. Oké, wat heb je vorige keer gedaan? Sturen, ja? Remmen en gas geven. Sturen, remmen en gas geven. Dan gaan we weer mee verder, ja toch? Is goed. Oké, kom ik hier naast je zitten. Is goed, kom. Yes, Murathan, zit ik hier naast je. Doe ik even mijn gordel om. Ik moet nu met één hand werken en één hand houdt de camera vast. Dus, straks gaan we rijden. En dan draai ik de camera om en dan gaan jullie dit eigenlijk zo zien. En tegelijkertijd ga ik hem ook zo filmen. Dat is een mooie kopie. En dan gaan we zo verder. Yes! Mag je de auto gaan starten? Ik trap de koppeling in. Die hoef je nou even niet in te trappen. Nog een slagje verder draaien. Perfect. En dan is de auto gestart. Dus wat jij nu gaat doen, is je gaat sowieso vooruit kijken. Als ik zeg tegen jou, we gaan rechtsaf. Dan geef jij je kniplichten aan naar rechts. Hoe doe je dat? Deze ding naar boven. Goed zo. En als ik zeg links? Naar beneden. Goed zo. Probeer dat ook gelijk te doen. Op het moment dat ik zeg, we gaan rechtsaf of linksaf. Oké. Okay. Yes? Jij doet nu gas en remmen. Zoals jullie zien heb ik hier geen gaspedaal. Ja, die staat gewoon los. Kijk ook maar mee, Murathan, want jij gelooft mij soms niet dat ik geen gas geef. Zie je dat? Die staat gewoon los. Dus ik kan sowieso geen gas geven. Als je zegt, waarom geef je gas? Dan doe ik dat niet dus. Het enige wat ik nu kan doen, is ik kan met de koppeling. Dan zet ik hem even in zijn één. Dan kan ik met de koppeling rijden. Dus dan doe ik hem omhoog. Dan begint de auto al te rijden. Snap je? Ja. Dat is wat ik kan. Daarna kan ik niks meer. Dus even een voorbeeldje. Ik laat de koppeling opkomen. That's it. Dit is wat de auto kan. Hierna moet je dus gaan gassen. Kijk, jij geeft gas. Ik geef geen gas, bro. Kijk. Kijk naar mijn voet. Waar gaat het? Kijk, ik geef ook geen gas, hè? Ja, dit is dus de maximale, of tenminste de minimale snelheid die in zijn 1 rijdt. Dat is dus 8 km per uur. Snap je? Iedere auto heeft er. Kijk, in zijn 2 kan dat ook. Doe ik hem even in zijn 2. Dan gaat hij nog harder. Snap je? Is het Tesla of zo? Nee, dit is geen Tesla. Oké. Zullen we verder gaan? Ja, sure. Oké. Nou, ik zie dat er ook nog een rode lichtje brandt. Want dat is inderdaad je gordel. Voordat je altijd weg gaat rijden, check eerst of je je gordel goed om hebt. Oké. Ready? Ja, ready. Top. We gaan hier gelijk rechtsaf. Geef alvast je knipperlichten aan. Soms kan het fout gaan met sturen, maakt niet uit, je bent hier om te leren.
en ik help je wel mee als het heel erg nodig is. Yes. Gas los, ga ik schakelen. En jij kan weer door. Je hoeft niet zo boos te kijken, jongen. Gas los. Dat is een kruispunt waar rechts voorrang heeft. Heb je theorie dan? 24 mei. 24 mei, top man. Kijk, goed ingepland. Dus nu moet ik eigenlijk jou ook met theorie een beetje ondersteunen, sowieso. Ja. Voeren, heel goed, goed snelheid aangepast en gaan we weer gas geven. We gaan rechtsaf hier. Als je kniplicht helemaal omhoog doet, dan blijft hij aanstaan. Goed zo. Kijk, door die bocht heen, komt er een auto aan of niet? Juist. En zo gaan we lekker weer verder rijden. Dus elke les dat je gaat rijden, ga ik gewoon een stukje filmen. En gaan mensen ook zien wat je proces is. En jij kan jezelf ook op YouTube terugvinden dan. Ja. Leuk toch? Ja, een soort van glow down en glow up. Ja, ja. We gaan linksaf. Goed, gas los. Begin alvast te remmen. Het is onoverzichtelijk, je hebt een uitrit. Komt de auto aan, kijk, heel toevallig hè. Maar ik moet sowieso ook klaarstaan als instructeur zijnde. Voor het geval, wanneer hij niet gaat remmen, dan moet ik gaan ingrijpen. Gelijk ook een leuke filmpje voor alle instructeurs. Hij dan kwam een auto aan, zag ik. En ik heb nu gered. Nee, ik ging jou testen. Ja, ging mij testen. Ja, jij zit geïnstructeur met allemaal. Jij bent echt leuk, hè? Ja, zeker. Gaas los. Nee, wie door. Lekker man. Hoe hard mag hier, denk je? 30. Hoe weet je dat? Gokt. Je hebt gegokt, hè? Ik wist het. Ik wist dat je gokt. Nou, hier mag je 50. Je kunt ook in de zijstraten gaan kijken, bijvoorbeeld als daar borden met 30 staan, dan is het hier 50. Deze drempel is echt hoog trouwens. Ja, hoe kan dat? Ik rem een beetje bij. Je zegt borden met 30, maar helemaal ja. 50. Gewoon even een voorbeeldje. Kijk, in die zijstraat heb je een bordje met 30, zie je dat? Ja. Dan is het hier 50. Snap je die logica? Nee. Zo moet je gaan denken voortaan, ja? Die straat is een andere snelheid, dan is hier ook een andere snelheid. Dus daar is 30, hier is 50. Als daar geen bordje staat, dan is het hier 50, of sorry, 30. Dus hier 30, daar 30. Bro, ik zei het verkeerd weer. Komt goed. Gas bij. Kijk, nu is een auto achter ons. Die is een beetje aan het bumper kleven. 50, hè? Ja. Goed zo. Gas los. Gaan naar 3. Denk eraan waar je rijdt. Probeer een beetje op je eigen weg over te blijven. Linksaf op deze rotonde gaan. Ja, goed. Heeft goed afgeremd. En weer door, kom maar. Kom maar. Goed zo, blijf gas geven. Stuur naar links, stuur naar links, stuur naar links. Juist, begin op tijd. Goed zo. Hier geef je richting aan naar rechts. Super. Mooi. Gas los, ga ik schakelen naar 3. En jij kan weer door. Goed zo, blijf gas geven. Je rijdt nu 35, 36, 37. Iets meer gas. Vliegels. Ik wil niet vliegen, maar ik wil wel de snelheid aanhouden. 50 als het kan. Probeer hem niet te scherp te pakken gelijk. Juist, sturen. Juist. Goed. We gaan proberen met 50 km per uur deze bocht te nemen, ja? Want hier is ook 50. Er staan alleen borden aan gegeven met dat je die kant op moet, hè? Dus dat je goed gaat insturen. Heel mooi. Goed gestuurd. Juist. Komt weer een bochtje aan. Goed doorkijken. Kijk verder. Kijk helemaal achterin wat er gaat komen. Juist. Mooi gedaan. Goed zo. Links aan, dan gaan we linksaf bij de verkeerslichten. Goed zo. Naar beneden,
knipperlichten aanzetten. Blijf op de middelste rijst. Hoe vond je het? Gaat wel goed. Ja, toch? Beter dan de vorige keer. Ja, gas bij. Gas los. En weer gas. Goed zo. Nog meer gas nu. Juist. Gas los. En weer door. Goed zo. Moeten wij hier nog steeds 50 volgen? Wat denk je? Gewoon iets harder. Nee, hier is nog steeds 50. Want we hebben geen borden gezien. We zijn nog steeds in Tilburg. Dus binnen Bouwde Kom. Dat is dus 50. Ja toch? Ja. We gaan er komen, Muratan. We gaan er samen voor. Je moet niet naar mij kijken, hè? Ja, jij van mij. Hij is zo leuk. We gaan bij de verkeerslichten rechtsaf. Bij de verkeerslichten. Rustig opschuiven. Goed zo. Nootje stuur, heel hard gaan sturen. Dan kan het zijn dat je uit balans raakt. Iets meer afremmen. Hier uit nu. 40 nog. Juist. Goed. En weer gas bij. Probeer bij die bochten eerder je snelheid te verminderen. Is goed. Gas los. Ga ik weer schakelen. En jij kan weer gas geven. Nou jongens, ik ben echt benieuwd wat jullie ervan gaan vinden als ik zo doorga. Laat een duimpje achter, laat een reactie achter. Ook als jij denkt, wow, misschien kan je dit filmen, dit is leuker om te zien, dan ga ik dat ook doen. Maar voor nu ben ik eigenlijk van plan om met Muratan gewoon van nu tot en met zijn examen te gaan filmen. Nieuwe samenwerking. We hebben een nieuwe samenwerking. Nu krijgen we ook gratis lessen. Ja. Nee, hij ligt. Ja toch, komt goed, we regelen dat. Gaan we linksaf. Begin alvast met gas los te laten, want je hebt een bochtje die je gaat nemen. Blijf wel op je eigen strook. Okay, ja. Ik ben geen vrouw. Je hoeft ook geen... Nee, maar ik kan twee dingen niet tegelijkertijd. En weer gas. Hoe heeft jouw vader zijn rijbewijs gehaald? Hoe heb ik mijn rijbewijs gehaald? Ben ik een vrouw? Nee. Ben jij vrouw? Nee. Nou dan. Ooit ga je er ook zijn. Kijk, nu is gewoon even alles automatiseren. Het maakt niet uit. Het kan fout gaan. Maakt niet uit. Ik zit naast je. Ik help je mee, toch? Soms. Zo redden we ons leven. Hoer kwaliteit. Zoldrijf. Ja, toch. We gaan rotonde rechtsaf. Rotonde gaan we rechtsaf. Goed zo. Goed afremmen van tevoren. Ik schakel terug naar 2. Juist. En jij kan weer door. Goed zo. Gestuurd. Gas los, ga ik weer schakelen en weer door. Super view. Je moet gewoon rijdend jouw stoel aan het hoed zetten. Wat moet je eigenlijk gelijk vanaf het begin doen, hè? Ja, ik weet niet, het voelt er niet fijn aan. Het moet fijn voelen. Je armen moeten licht gebogen zijn trouwens, als je stuur vasthoudt. Dat is ook goed, of? Ja, dit is wel prima. Wat betekenen die borden aan de rechterkant, die gele binnenkant, witte buitenkant? Dat dat Bouwde Kom is ofzo. Voorrangsweg. Voorrangsweg, ja. Wat betekent dit fietsje, dat bordje? Voor die fietsers, dat zij voorrang. Dat zij voorrang hebben? Ja, gewoon dat dat, ja, dat hun dan voorrang hebben. Ah, nu heb je stress, hè. Nu word je tering gestrest. Man, die moet je hebben, jongen. Fietspad. Ik hou van jou. Ik hou ook van jou. Ik blijf gewoon rechtdoor gaan. Nou, je ziet hier een blauw bordje aan de rechterkant. Twee pijlen wijzen rechtdoor. Dus jouw plaats op de weg is altijd rechts. Dus gelijk terug naar de rechtstrook moet je eigenlijk komen. Nu haal eens in. Dat mag ook. Dat is goed afremmen.
Afremmen. Ik heb moeten bijremmen. Wat gebeurt er? Gewoon niet genoeg afgeremd. Ja, niet op tijd begonnen met remmen ook. Hè? En soms moet je iets meer gaan remmen dan dat je denkt. En dat moet je gewoon doen. In plaats van dat je die auto gaat raken. En je ziet, we zijn eigenlijk best wel dichtbij. Gas bij. Gassen. Gas los. En weer door. Kijk, nu worden we van rechts ingehaald omdat hij denkt, oh, deze man kan geen gas geven. Nou, dan kom je terug naar rechts. Geef richting aan naar rechts. En dan kom je terug verplaatsen. Juist. Goed zo, goed gedaan. Gas los. En weer door. Super. Nou, verderop heb je weer verkeerslichten. We gaan daar rechtsaf. Richting alvast naar rechts. Je liet die rem los. Ja, maar dan gaat hij in één keer zo stoppen. Dus dan, Wil je stoppen terwijl je hebt gebotst? Of heb je liever dat je stopt van tevoren? Ik weet niet. Allebei niet. Allebei niet. Gas los. En weer terug rechtsaf, hè. Stuur in. Komt geen fietser aan. Want die hebben ook groene. Dat heb je niet gezien. Ik wel. Oké, hier heeft rechts voorrang. Dus je snelheid... ook echt eruit halen. Hier komt weer een kruispunt, hier heeft weer rechts voorrang. Let op. We gaan rechtsaf. Ik ga even jouw tip geven. Hoe stuur jij in die bochten? Gewoon zo. Ja, je hebt toch een stuurmethode? Ja, met welke twee heb je? Ja, juist. Je hebt een doorgeefmethode. De andere heb ik gewoon middel. Overpak. Ja. Oh ja, overpak. Overpak. Wat is overpak? Doe eens voor. Zo toch? Nee, dat is doorgeven. Nee, doorgeven zo. Dat is zo naar boven duwen. Nee, wat je net deed was doorgeven. Overpakken is, die hand komt hier. Ja, die gaat naar beneden, doe die hand naar beneden toe en deze hand neemt van boven weer over. Dat is overpakken. Dus weer overpakken, naar links toe sturen. Wacht. Nee. Nee. Jij liet dat net zien? Ja. Nee, we daarna dus aangaan. Maakt niet uit. Nog een keer. Juist. Juist. Goed zo. En zo is goed, hè? Ga terugsturen. Juist. Dat is dus overpakken. En doorgeven is dus, precies, ja, kan ook meer, hè. Je kunt meer je armen verspreiden. Juist, dat is beter om te doen. Mm-hmm. Oké, dat is de methode, de doorgeefmethode, die moet je in de bocht uitvoeren. Als je gaat parkeren, dan gebruik je de overpakmethode, want je hebt dan een snelle stuurmethode nodig om te kunnen parkeren. Snap je? Ja. We gaan deze bocht gelijk, die hier voor ons is, die gaan we gelijk gebruiken om een... wat te doen? Stuurmethode te gebruiken, welke? Doorgeven. Juist, oké, we gaan gelijk zien, ja? Ja. Kom maar. Dan heb je ook meer controle. Kijk. Juist, kijk hoe mooi die bocht wordt genomen. Zie je dat verschil? Ja. Oké, gaan we iets meer tempo maken en gaan we weer rechtsaf. Kom maar. Goed, wel je gas loslaten van tevoren. Want als je te veel gas geeft, dan ga je ook uit de bocht vliegen. Naar rechts of links? Naar rechts. Nou, nu ben je te laat begonnen. Ja, maar jij zei niks. Ik zei rechtsaf. Oh. Ik heb het op beeld. Spoel maar terug. Kijken wat het is. Oké, we gaan weer rechtsaf. Juist, goed je knipperlicht aangeven. Goed zo. En sturen. Je begint te laat. Ik moet toch eerst kijken of er iemand aankomt. Ja, maar je hebt voorrang. Ja. Weer rechtsaf. Niet te laat beginnen met sturen. Weet je wat, dan heb je zo'n vraagtekenbocht die je neemt. Sturen. Juist.
Goed. Heel goed gedaan. Nog een keer. We gaan weer rechtsaf. Goed zo. Perfect. Nu ga je linksaf. Ik gaf gas. Jij geeft gas? Nee. Nee, ik zweer je. Ik heb toch geen gas gehad? Linksaf gaan. Ik heb toch geen gas? Misschien. Ga je mijn plekje? Nee. Juist. Kijk. Nu heb jij je gas los gehad. Mooi gedaan. Ja, toch? Ja. Goed. Dan gaan we aan het einde met de bocht weer mee naar links. Nou. Ik denk dat het vandaag voor nu zo goed genoeg is voor jullie. Of niet, Bratan? Ja. Zullen we lekker afronden nu? Ja. Ja, toch. Sturen. Jij moet gewoon afronden. Oké. Okay. Jij kan gewoon lekker rijden, doe ik wel afronden. Of wil je ook mee afronden? Nee, dank je. Okay. Goed, dames en heren. Laat weten wat jullie hiervan vonden. Als jullie meer van dit soort video's willen zien, ga ik mijn best doen voor jullie. Murat dan ook. Hij staat er voor open. SO goed. SO, doe maar SO. SO Assess, SO naar Cappardero. SO naar Leed. SO naar Appie. Ja man, dat is genoeg. Frimonifos. Nee, goeie jongens. Goed. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En tot de volgende keer.